Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze snacktocht van de zeilvereniging Oldambtmeer. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Goed dat jullie je niet hebben laten afschrikken door het weer. Ik denk gezien de wind, een windkracht 5 met vlagen van 6 en soms een beetje meer daarbij, dat niet alle boten kunnen uitvaren. We gaan nu even de briefing doen, dan gaan we het water op. En om 5 uur gaan we hier snert eten. Het idee zelf, dat is van Wim Haasken afkomstig. Hij woont ook in Scheemda, net als ik. En omdat ik veel met buitengebieden bezig was, had ik ook kennis gemaakt met hem. En hij woonde toevallig in het dorp. Dat was natuurlijk wel heel erg leuk eigenlijk. Hij is bij mij gekomen omdat hij binnen zijn ministerie waar hij werkte, LNV, geen poot in de grond kreeg. En toen is hij naar mij toegekomen en zei, Jan, jij doet wat vaker rare dingen. Kan ik eens met je over een raar idee van mij praten? Daar zijn we begonnen. En dat is eigenlijk ontzettend weinig voor zo'n mal project. We hebben een 2,5 din A4'tje het idee opgezet, opgeschreven. En toen, even wat betreft de procedure, hè, zijn wij naar provinciaal bestuur gegaan. En gezegd, kijk, dat en dat zijn van plan. Wim Haasken en jij. Wim Haasken en ik. En naar Gerard Beukema. En gezegd van, kijk, we hebben een bepaald plan. Jij hebt bepaalde problemen. Misschien zouden we dat elkaar kunnen ontmoeten om jouw problemen op te lossen. Hij heeft gezegd, ja, god, dit is natuurlijk politiek een vrij hachelijke onderneming voor mij. Maar ik ben politicus en ik ben mens geboren in deze streek. En ik weet wat de problemen zijn. En ergens geloof ik in dit soort schrikeffecten. Het schrikeffect ervan zou je kunnen gebruiken om de zaak in beweging te krijgen. Toen hebben we afgesproken, had me ook voorgesteld om met een aantal mensen zo lang mogelijk in contact te treden. Met wie je te maken zou krijgen als zo'n project tot uitvoering zou komen. En dan heb ik hier dat lijstje. En, dat begint op 12 juni 1989 met Leendert Klaassen. Die was toen nog burgemeester van Midwolda. En die sprak ik bij de muziekschool, terwijl we beide onze dochters afhaalden. En ik zei, Leendert, ik heb een raar idee en ik zou het een keer met je willen bespreken. En nou ja, zegt hij, goed, maar waar gaat het dan om? Ik zei, nou, het onder water zetten van een deel van jouw gemeente. En dat is niet alleen, maar ook van je buurgemeente en over de grens en zo. En je bent hartstikke gek. Ik zei, nou, dat zei ik toch, daar wil ik even over praten. En zo is dat gebeurd. In mijn leven heb ik een scholing gehad als eerste als tuin- en landschapsarchitect. Toen ben ik stedenbouwkundige geworden. En toen ben ik in Rotterdam komen te werken en toen ben ik directeur stadsontwikkeling van Rotterdam geworden. En toen kreeg ik met de politiek te maken. Dat was eigenlijk de derde laag, hè? Landschapsarchitect, stedenbouw, toen de politiek. En toen heb ik geleerd dat je al die dingen bij elkaar moet zien te brengen
om ervoor te zorgen dat als je werkelijk wilt dat iets voor elkaar kan komen, je al die lagen als het ware nodig hebt om iets tot stand te brengen. Vanuit dat gegeven word ik heel vaak gevraagd om dingen te helpen oplossen, dingen te maken, dingen op een rijtje te zetten, dingen verder te helpen of dingen uit de knoop te halen. Onderzoek Blauwe Stad. Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien is mijn bril een beetje gekleurd, maar ik ben vandaag hier naartoe gekomen. En het is het allerprachtigste weer wat je maar kan hopen. We zitten hier in een schitterend bootje. Wij varen hier rond. We hebben een geweldig uitzicht. Ik vind dat het nu al heel erg goed is. Al heel erg geslaagd is. Er zijn geen grote mankementen. Er ontbreekt niet van alles. Het is, ik bedoel, ik hoop het niet. Maar zelfs in het aller slechtste geval, dat we nog jaren moeten wachten voordat er weer wat gebeurt, zijn we toch al in een hele aimabele, kwalitatief hoogstaande omgeving. Dus wat dat betreft is het goed gedaan. Wij zijn in contact getreden, bijvoorbeeld met de boeren. En op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, dan begeef je iedere keer het hol van de leeuw. De mogelijke tegenstanders. Maar je moet het niet zien als tegenstander. De boeren hadden op dat moment serieus problemen. En dit is een mogelijkheid voor hun geweest om uit die problemen te komen. Hier heb ik al die boeren geweest. Ik ben ongeveer 27 jaar. En ja, daar wordt, ga ik nou. Is dat voorbij eigenlijk, van de Blauwe Stad komt en dan word ik eigenlijk mijn alle bedrijf kwijt. Zoals het verder gegaan is, is dat wij gekozen hebben met z'n allen om dat in overleg te doen. En als men enigszins kon, onteigening te voorkomen. Als je onteigening kunt voorkomen, dat betekent dat je op een gegeven moment een deal sluit. Daar zijn altijd twee partijen mee eens. En zo is het in dit geval gegaan. Er is natuurlijk wel veel stampij gemaakt door de boeren. Maar dat is ook geweest om hun koopmanspositie goed te markeren. En dat hebben ze uitstekend gedaan. De aankopen zijn op een goede manier gebeurd. De mensen die doorwouden boeren, hun land voor een deel moest verkopen. Daarvoor is via een soort ruimverkaveling nieuwe grond gezocht. En andere boeren die ermee uitscheiden, die hebben hun grond gewoon in zijn totaliteit verkocht. Daarbij een deel voor uitruil beschikbaar bleef. Zo is het gegaan. Zeg maar, ja, 100 meter van die bos nog en dan heb je een blok van 30 hectare liggen. Ja, en dat is ongeveer weer 300 meter van die boom af, hier weer. Dat is mijn andere buurman, dat is een lager, die heeft toen 25 meter liggen. Kan dat naar 7 door? Nee, dat gaat, ja, hij is diep 650 meter van weghof. Door in is 650 meter. Bij steden is het wat korter, door honden is het wat langer. En dan laat het ding daar al uifieken. Ja, en over de uifieken heb ik ook nog 100 meter liggen. Dat zit nu bij die 30 en ik heb er nog weer 10 bij. Maar dit is mooi verkavelde blok. Dat hebben ze in de tijd gehouden. Een mooi stukje van meer, zeg maar. Nou, dat weet ik niet, maar ja, heel wat meer. En daar moet ik me binnen hier liggen. Hier zit niks in. Dit land is gewoon geploegd. Gewoon stoppenbewerking aan doen. Want dit, oh ja, wie wat dreigt met die ooit meer de Blauwe Stad. Ik dacht, ik loop me niet op kop zitten. Ik heb hier wat meer aan deze grond doen. En, de werk wat ik gaan doen heb,
Daar hebben ze hem even gehouden. Nou, daarom ligt dit een beetje net erbij. Wat verzorgen. Dit ligt er veel beter. Als die mensen niet met die boeren aan tafel waren gezeten, avondenlang praten over wat zou dat dan gebeuren. Je hebt altijd mensen tegenover je die geen zin hebben in veranderingen. Die vinden dat moeilijk. Iemand die hier zijn voorouders en hij zelf of zij zelf zijn geboren, getogen. En die moeten nou opeens bedenken dat hier een plas komt. Tuurlijk zijn die tegen. Die hebben er helemaal geen zin in. Die kunnen zich niet voorstellen. Die mensen hebben nu zekerheden waar ze van maar moeten afwachten of dat straks weer gebeurt. Dus dat die lui allemaal bezwaar maken en aarzelingen hebben en denken van het gaat niet gebeuren, dat snap ik allemaal. Ik heb een sfeer gemaakt over ons leven hier op de boerderij en ook dat het weerstedt, vroeger, en nou dat nou overloopt. Ja, ik wil er van me afschrijven en ik had dat in Dreidenenktig al, nou, toen die dorpen ronden waar ze nou Gira Beukema rondging en het al het promoten ging, dat was je geweldig, die blauwe staat. En zo had ik al iets van, ja, maar we hebben hier wel over 100 jaar, hebben we hier onze familie hier boerd. Wat zou je wel gebeuren in je achtertuin? Of jij hebt een hobby en je kan opeens niet meer. Of je hebt verwachtingen en je weet niet wat er van komt. En gaat het nou nog door? Het grijpt enorm in het mensenleven. Het grijpt enorm in. Nou, vakmensen die kunnen daar wel mee omgaan en die kunnen wel over nadenken. Maar als jij helemaal niks met dit vakgebied te maken hebt en het overkomt je, en de politiek heeft het besloten en er zijn allerlei lieden die er maar over praten en je kunt dat niet volgen en het gaat over je hoofd heen. Ja, dan doet het zeer en doet pijn en denk je, jeetje, wat gaat me gebeuren en zal het nou wel goed gaan en kost het me geld en nee, dat snap ik heel goed. Nou, dit is de eerste foto die ik heb van ons boerderij. Met opa en oma, mijn tante en dat is mijn pa. Dat leutje jankje met een jurkje aan, met een grote beret op. En dit is Loter. Nou is pa dus een jaar of, nou ik schat hem door, een jaar of 18, 15. Met een knecht erbij op. Het koopcontract dat opa en oma, of over opa en oma, dat ze deze boerderij kochten. En dat was in 1865 volgens mij. En dat gebeurde dus hier in het plotselijke feitje. De som van 12.425 gulden door Hendrik Geertshouwen, landgebruiker, woonde te Beerta. Dus dat is dan mijn overopa. En dan zegt op een gegeven moment komt er nog bittenstoon verklarende dit zijn wat te hebben gedaan, mede ten behoeve en voor rekening van zijn eervrouwe Anneke Koenraads Bruins. En dat vind ik zo'n mooie zin. Dus dat is mijn overoma. Dus zij som ging dit koop. Met liefde en verstand werd er geploegd, geplant. De zegen kwam van hogerhand, rond de boerderij. Helaas, het mag niet meer. Er komt een heel groot meer rond de boerderij. Nooit meer het wuivend graan, aardappels die te bloeien staan. Geen suikerbieten meer rond de boerderij. De boer, hij ploegde voort. Dit wordt nu wreed verstoord. Door de blauwe stad. Geen trekken meer in het veld. De boer is uitgeteld. Ik zal geen boerin meer zijn. En dat doet pijn.
Ik wist wat de historie was, ik wist wat er aan de hand was, wat er sociaal aan de hand was, wat er bedrijfsmatig aan de hand was. En daar hebben wij onze argumentatie bij gezocht. Het doet je ook pijn, hè? In dat gebied te wonen waar het verkeerd gaat. En dan is er bovendien zo'n recente historie op dat moment met Vree Meijs. Iedere keer als er iets aan de hand was met een noodklok naar Den Haag toe gaan met veel publiciteit en de hand ophouden. En dat is iets wat me absoluut tegen de borst stuitte. Dus ik had wel het idee, hiermee hebben we iets in handen wat voortspruit uit het eigen gebied, ook gebaseerd is op het eigen gebied. De uiterst merkwaardige veranderingen van geografische, geologische veranderingen, daar maken we gebruik van. Dat moet een selling point zijn in Den Haag. En zo was het ook. Ja, want je kende het gebied geologisch, geografisch ook goed, hè? Dat vormde ook de basis voor... Dat vormde de basis. Voorlaatste ijstijd is hier door de gletsjervorming uit het noordoosten een stuk land opgestuwd. Dat is de Horst van Winschoten, noemen we dat. En dat is ook de redding geweest voor de mensen die voor 1100 in de dieper gelegen gebieden woonden, terwijl de zeespiegel steeds meer steeg. En nadat men dijkjes begon te bouwen, plotseling een keer onder water kwam. Toen is men gevlucht naar de rand van het Schiereiland, die Horst van Winschoten. En daar heeft men zijn nieuwe bestaan opgebouwd. Daar is ook die ring van dorpen die ten noorden van Winschoten ligt door ontstaan. Scheemda, Eekstra, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Drieborg, Beerta en weer terug bij Winschoten. Zo. De ring om de huidige Blauwe Stad. Precies, als een broekering past dat eromheen. Nederland is heel goed als het gaat over ruimtelijke ordening, ja, zo'n rot woord, maar plannen maken, plannen organiseren, plannen bedenken, plannen uitvoeren, daar zijn wij in Nederland hartstikke goed in. Hoe komt dat nou? Wij zijn een klein landje en wij zijn een waterlandje. We moesten dijken graven, we moesten ons verdedigen tegen het hoge water. En als we een land tekort kwamen, dan maakten we water. Of we maakten we land. Daardoor moesten we heel goed met elkaar leren samenwerken. Dus je moest elkaar altijd wat gunnen. Daar komt niet voor niks dat begrip polderen vandaan. Dus dat kunnen wij gewoon goed. Dat hebben we geleerd. En we moesten ook wel, want anders verslopen we. Commissie De Zeeuw, waar De Zeeuw, Dick De Zeeuw voorzitter was en Sikkel Mansholt bij inzat en ook al Ed Nijpels, die hebben geadviseerd om 20% van de landbouwgrond in Nederland te schrappen en toe te wijzen aan natuur. Dat was voorbereiding
voor een wijziging in het beleid in Nederland, maar ook in Brussel. En dat is gecombineerd, deze visie is gecombineerd met onze visie. En dat heeft dus samen de weg bereid. Blauwe Stad was geboren? Ja, in wezen is daarmee de Blauwe Stad geboren. En wat dacht jij toen? Ik nooit dacht. Ik had niet gedacht dat het 1, 2, 3 als een te realiseren project zou uitgroeien. Maar wel dat mee zou helpen om een omslag in het denken te veroorzaken. Want het idee was wel zo intrigerend dat ik het daarvoor naartoe in staat dacht. Want kijk, ieder Nederlander die wordt natuurlijk geboren met een chip geïmplanteerd wat nat is, moet droog. En als je het dan vervolgens weer nat maakt, dan zitten ze op het puntje van de stoel, want dat is tegen hun natuur. En van dat gegeven hebben we natuurlijk wel gebruik gemaakt. Met de presentatie van het plan in 90 in Den Haag, en toen het als een olievlek zich ging uitbreiden, toen is een omslag gekomen in het denken in Den Haag over het Oldambt, in plaats van een probleem waar ze het liefst met een grote boog omheen liepen, werd het paradepaadje waar je eer aan kon behalen. Zowel bij de politici als bij de ambtenaren van de Rijksplanologische Dienst bijvoorbeeld. Dat werd op een gegeven moment hartstikke interessant. Vergrijzing, leegloop, teloorgang in de landbouw. Is dat probleem nu opgelost? Nou, dat teloorgang in de landbouw los je natuurlijk niet op. Want er is gewoon areaal ontnomen en het is te hopen dat de boeren in het rest van het areaal het nog voor elkaar houden. Landbouw is sowieso kwakkelend. Hè? Ik geloof dat dit jaar weer een van de slechtste jaren sinds... Nou, veel jaren was, dus dat is op en neer gaan en vallen en staan. Maar één ding is duidelijk, deze grond hier wou niet meer. Dus dat probleem van ploeteren en ploegen en alles maar op deze gronden voor elkaar proberen te krijgen, dat is opgelost, ja. Of ik daarmee de hele landbouwproblematiek heb opgelost, nee. Het probleem van achteruitboerende gemeentes en gebrek aan economie en alles wat erbij hoort, dat heb je wel opgelost. Het moet wortelen in het gebied zelf, bij de mensen die ermee te maken hebben gehad. En niks is natuurlijk mooier dan dat de mensen die het vroeger moeilijk hadden, dat die nu door de ontwikkeling van het plan indirect over geld beschikken. Het huisje was misschien vroeger 20.000, 40.000 gulden waard. Maar hij verkoopt het nou voor 2 ton of zo, in euro's. Op welke wijze wil je anders zo'n waardevermeerdering tot stand brengen? Met werken is het al heel moeilijk. Met zo'n transactie wil dat. Het probleem van geen perspectief meer hebben, wat moeten we nou hier met z'n allen? Dat heb je ook opgelost, want je hebt weer perspectief. Het probleem van, hebben we hier nog een beetje hoop?
kunnen we hier nog leven of loopt iedereen weg? Hebben de mensen de keuze om hier te blijven en hier weer naartoe te komen? Dat is heel goed gelukt. Ik denk dat de mensen hier weer naartoe komen. Ik denk dat er mensen zijn, jonge mensen, die ervoor kiezen om elders, zelfs in de Randstad, te werken en hier te wonen. Dat dat heel goed te doen is. Een voertje. Het is een stuk of 30 van hier. Dat zijn mooie mootse visjes. Hè? Je moet een 15 centimeter wezen. Dus nou, dit is een 20. En dan gooi je hem weer om? Ja, vis weer terug zetten. Dat is zo. Echte vissen die zet vis weer terug. Dus, nee, metnemen dat echt niet zin. Dat doen we ook nooit. Dus, En dan blijft er ook een beetje vis hier. Het bleef me zo, hè? Ze worden hard dikker, ja. Er zit een beetje vis hier? Ja, behoorlijk. Wat? Vogels, brozen. Snoukjes wel. We hebben niks over te klogen hier. Zo, je bent er wel blij mee dat hij komen is. Zeker, hij wil mij veel meer weg, ja. En dan moeten we nog reizen en dan hebben we dichtbij. En daarin zo'n keurte cheese. En 3 uur cheese, dat is goed, ja. Maar je wil helemaal positief, zeg maar, op Blauwstad. Ja, alleen die woning, hè. Daar zitten ze nog meer, hè. Maar een beetje meer woning. Maar ik heb niet zoveel geld, dan schenk ik hier ook al in de baden, mooi naar het water. En ik ben al met vuur, dus. Maar mijn camera, die wil wel al in hier baden, dus. Maar verder wel, ja. Het zal ook wel hout komen, denk ik, op de uur hier. Ja, duurt even. Ja. We hebben zo straks daar even bij dat een paar huizen zien in Wordingen gezien. Nou, dat is toch heel beloftevol. Als iemand daar op zo'n manier zulke vierkante meters wegzet en betekent zulke kapitalen investeert, dan zit het heus wel goed, hoor. Beetje sneller, een beetje langzaam. Ik zou er me niet over aanstellen. Maar wel iets doen ondertussen. Je kan het niet alleen laten. Het is een kind, het is een baby die moet naar volwassenheid gebracht. Dat moet gebeuren. En dat kind is onderweg ook mooi en goed. Je moet nooit vergeten, het doel van dit plan is geweest, een regionale ontwikkeling. En die regionale ontwikkeling, die is gelukt. Als het hele plan niet was geweest, was het hele gebied leeggestroomd. Dan was al het onroerend goed wat er stond nog minder waard geworden dan het al had. Even wat betreft de kavelverkoop, dat is één aspect van het plan. Dat zit op dit moment tegen. Maar voor welk project in Nederland geldt het op dit moment niet? Worden naast elkaar gelegd en het was spannend, maar uiteindelijk zat eentje het dichtst bij het waterpeil, zoals dat af te lezen is, bij de pijlschaal. En dat is geworden de polyvalk. Jazeker! Dat we niet vergaan zijn.